Hoi, ik ben Stefan, 24 en we zijn hier vandaag bij Esterwild. En ik heb zojuist een haartransplantatie ondergaan. Ik was eigenlijk een jaar of 18 en toen werd het al minder. Ik heb sowieso nooit veel haar gehad, ook als kind niet. En eigenlijk alleen tussen mijn 15 en mijn 18e had ik echt een redelijk mooie haarlijn, maar zelfs toen al kleine innammetjes in de hoekjes. En vanaf mijn 18e werd het eigenlijk steeds aan slechter. Tot een punt dat ik ongeveer 21 was, toen had ik wel echt zoiets van oké, ik wil je eigenlijk wat aan laten doen. Alleen je zoekt ook naar een punt waarop de ergste uitval natuurlijk een beetje gestagneerd is. En toen heb ik eigenlijk een jaar geleden besloten van oké, ik ga echt een haartransplantatie doen. En toen ben ik eigenlijk een beetje het onderzoek begonnen naar waar wil ik dat dan doen. Ik heb Esterwild eigenlijk gevonden doordat ik gewoon een soort onderzoekje begonnen was. Ik had voor mezelf voorgenomen om 10 bedrijven op te zoeken in Turkije. Zowel bedrijven die via Nederland werkten als internationaal. En dan die naast elkaar te zetten en dan een vergelijk te maken. Dan moet ik zeggen dat, als ik me goed herinner, dat Esterwild ook wel vrij hoog bovenaan staat als je bij Google haartransplantatie Turkije intikt. En die heb ik dus naast elkaar gezet en dus op een aantal gebieden vergeleken. En uiteindelijk bleven daar 2 partijen over, waarvan 1 dus Esterwild was. Eigenlijk om een paar redenen. Ik vond de uitstraling sowieso heel prettig. In de zin van de mogelijkheden die er waren tot contact, ook binnen Nederland. Dat is natuurlijk heel belangrijk natuurlijk. Als je achteraf zit je natuurlijk ook met nazorg en zulke soort dingen. Maar wat voor mij doorslaggevend was eigenlijk de manier van behandelen. Bij Esterwild wordt er eigenlijk met de nieuwste technieken gewerkt. En dat zijn vooral op het moment dat ze de gaatjes maken waar de haarzakjes, de grafts, ingeplant worden. Dat doen ze met saffierboordjes, dus het zijn eigenlijk diamanten boordjes. Die maken heel nauwkeurige sneetjes, waardoor je eigenlijk een heel mooi, dicht op elkaar geplant gebied krijgt. En de andere reden is dat ze de ECEL-behandeling uitvoeren. Dat is een behandeling die eigenlijk vrij uniek is voor een bedrijf wat via Nederland werkt en eigenlijk ook in Turkije. Omdat het eigenlijk naar het Amerikaanse model is. Waarbij ze eigenlijk met je bloedplasma allerlei naalden in je hoofd aanbrengen. Waardoor de haarzakjes die door slechte doorbloeding van de hoofdhuid verschrompeld zijn, eigenlijk weer opgevuld worden. Waardoor ook de haren die nieuw ingeplant zijn, maar ook de haren daarachter weer goed en gezond gaan groeien. Waardoor je eigenlijk ook volle haar krijgt. Dus die 2 redenen hebben voor mij wel de doorslag gegeven om uiteindelijk voor Esterwild te kiezen. Maar ik had ook gewoon een heel goed gevoel bij het totale plaatje. Als het gaat om een stukje contact. Ik had toen gewoon contact gelegd van joh, ik heb interesse in haarbehandeling. Ik werd eigenlijk heel adequaat op gereageerd, ook gelijk heel persoonlijk. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel positief. Dat je niet echt het gevoel krijgt van joh, dat jij de interesse moet tonen. Maar dat ze eigenlijk geïnteresseerd zijn in wie ben jij, wat is je haarprobleem en hoe kunnen wij je helpen. Dus dat was eigenlijk vanaf het begin gelijk voor mij wel de doorslag om de andere opties te laten vallen en voor Esterwild te kiezen. Hey, eigenlijk vanaf het moment dat we aankwamen op het vliegveld krijg je een hele, het gevoel dat je heel persoonlijk behandeld wordt. Je voelt je bijna een beetje een VIP, laat ik het zo zeggen. Je wordt opgehaald door het vliegveld. Men geeft netjes van tevoren aan wie je komt ophalen. Ze kennen je naam, ze zorgen dat ze op de juiste tijd op de afgesproken plek staan. En ook op de dag van behandeling werden we keurig op tijd opgehaald. Bij aankomst gelijk verwelkomd door de gastvrouw. Die ons gelijk duidelijk vertelde wat er ging gebeuren die dag, wat het plan was, in welke volgorde. En er werd gelijk een voorzichtige schatting gedaan hoe lang het ging duren. Wel met de kanttekening dat het natuurlijk langer of korter kan duren. Maar nee, eigenlijk vanaf het begin heb ik me gelijk heel erg welkom gevoeld, gewaardeerd gevoeld. En heel persoonlijk behandeld en dat geeft wel een heel goed gevoel. De dag zelf was eigenlijk, viel me alles mee. Ik had me ook niet echt heel erg van tevoren bedacht van nou, zou het pittig zijn of iets, maar het viel me eigenlijk alles mee. Maar op het moment dat je aankomt, word je eigenlijk voor zover mogelijk in de watten gelegd. Er werd duidelijk verteld wat er gebeurde en de behandeling zelf was eigenlijk vrij mild. Je wordt goed verdoofd, je voelt alleen de naalden, voel je natuurlijk wel even die de verdoving aanbrengen. Maar eigenlijk vanaf dat moment dat er verdoofd is, stelt het eigenlijk allemaal weinig meer voor. Ze zijn begonnen met een aantal grafts uit de achterkant te halen om te zien of dat naar verwachting was, hè, het donorgebied. Nou, dat was alles netjes naar verwachting.
Toen is het door dokter Baris, die mij behandeld heeft, het gebied uitgetekend waar de haarzakjes geplant zouden worden. En een aantal aangegeven wat het ongeveer, hoeveel grafts ongeveer nodig zouden zijn. En daarna is er gelijk begonnen met de behandeling. Dus het ging ook lekker vlot door, zodat we weinig hoefden te wachten. En toen is gelijk eigenlijk zijn met de diamantboordjes alle sneetjes gemaakt. En daarna zijn ze gelijk begonnen met het oogsten van de grafts uit het donorgebied. Daarna hebben we een lunch gehad, dat was op zich prima. En daarna gelijk lekker vlot weer door, zodat de dag ook niet te lang duurde. En daarna zijn ze met 3 man zijn ze alle grafts gaan implanten. En ik heb de dag eigenlijk als heel ontspannen beleefd. Ik heb 2 keer lekker liggen slapen op de behandeltafel. Dus nee, het was eigenlijk een fluitje van een cent. En vrij eerder dan verwacht waren ze alweer klaar. En ben ik weer netjes teruggebracht bij het hotel. Voor de ESA-behandeling gekozen omdat ik het heel belangrijk vind dat zowel het ingeplante gebied, maar ook de haren daarachter goed blijven. En als de haren aan de voorkant, die werden natuurlijk dunner en die werden van een mindere kwaliteit. En eigenlijk al door in Nederland werd me uitgelegd dat dat dus komt doordat de doorbloeding onder je hoofdhuid minder wordt. Omdat de haarzakjes daardoor verschrompelen en daardoor gaat de kwaliteit van het haar achteruit. Dat wilde ik natuurlijk voorkomen, dat dat weer gebeurde ook achter het behandelde gebied. Maar zeker ook met de nieuw ingeplante haren, alhoewel die wel van zichzelf sterker zijn, omdat die natuurlijk uit een goed donorgebied komen. En daarom heb ik eigenlijk gekozen voor de ESAL-behandeling, zodat daarna het hele haar gelijkmatig gaat groeien en ook van een goede kwaliteit blijft. Als het gaat om de kliniek is het eigenlijk vergelijkbaar met de zorg in Nederland. En ik zie dat zelf wel als een groot compliment, omdat we over het algemeen toch wel vinden dat de zorg in Nederland van een hoog niveau is. En eigenlijk verschilt dat hier eigenlijk niet. Alles is keurig netjes, er wordt heel goed met je omgegaan. Je ziet ook aan alle dingen hier dat er heel netjes, hygiënisch, professioneel gewerkt wordt. Zeker ook met de corona wordt er heel voorzichtig met je omgegaan. Loop je geen onnodige risico's.
en gaat men eigenlijk heel professioneel met je om. En ook tijdens de behandeling had ik niet het gevoel dat ik in het buitenland was. Eigenlijk had ik het gevoel dat ik gewoon in Nederland behandeld werd. En hartelijk dank aan iedereen bij Esteveld. En ik kan het iedereen aanraden. Fantastische haarbehandeling. Moet je echt bij Esteveld zijn.